30 zonneauto's verschenen zondag aan de start van de World Solar Challenge in Australië. Een van die auto's komt uit Enschede, van het Solar Team Twente. Zaterdag was de kwalificatieronde op het Hidden Valley Circuit. Daar werd gestreden om de beste rondetijd. Het winnende team mocht als eerste starten in de World Solar Challenge. Het Solar Team Twente werd tijdens de kwalificatie 10e in de Challenger-klasse. We zijn weer ruim op tijd, zoals altijd. Dus eigenlijk is alles klaar en wachten we nu tot we de auto echt gaan opstarten, zodat we straks weer weg kunnen. Maar ik weet zeker als we straks echt in de auto zitten en het is nog een paar minuten voor vertrek, dat dan de zenuwen wel gaan komen. Ja, ging wel goed volgens mij. Veel teams ingehaald. De auto is heel erg stabiel met roadtrains, eigenlijk geen last van gehad. Ja, een klein beetje zijwind, maar dikke prima. Welke tijd hoop en verwacht je te rijden? Van de week 2 minuut 9 in de sessie gereden. Dus als we daaronder zitten, dan zitten we sowieso onder de tijd van 2013. Dan ben ik heel tevreden. Vlak in het begin ook al ingehaald. Helaas net vlak van echt een kwartiertje geleden hebben zij ons net ingehaald. Dus die kwamen denk ik een paar minuutjes eerder ons binnen. Maar nu gaan we ze straks wel weer inhalen, denk ik. De eerste dag van de World Solar Challenge verliep voor het Twentse team al voorspoedig. Aan het einde van de dag stonden ze op een 4e plaats. Het is vandaag de 2e racedag. We hebben de eerste nacht in de Outback gehad. We hebben lekker geslapen. Vandaag mogen we als 4e van start en we hebben er zin in. We hebben een hele spannende ochtend achter de rug. We staan nu bij Tennant Creek en momenteel staan we eerste. Natuurlijk hartstikke mooi. Achter mij zijn ze bezig met control stop en nog even het zonnepaneel aan het opladen. Zodat we keihard weer verder kunnen zometeen. Vanmorgen toen we vertrokken, toen was het echt wel even hectisch. Ik denk dat Delft ongeveer 300 meter achter ons had geparkeerd. Maar die mochten wel 3 minuutjes eerder vertrekken. Dus wij stonden in de startblok om te gaan en toen kwamen zij net voorbij. Later hebben we ze ingehaald, we hebben Michigan ook ingehaald, dus we hebben nu eerste positie. Super mooi, maar toen we hier aankwamen rijden, Delft het echt een paar minuutjes achter ons. Dus het is heel spannend. We willen ze voorblijven vandaag, dus daar gaan we ons wel ons best voor doen. Maar we blijven wel vasthouden aan onze eigen strategie. Dus dan zien we wat het gaat. Het team is nu bijna op de helft van de 3000 kilometer lange rit. Van het noordelijke Darwin naar het zuidelijke Adelaide.